Ik zag dan niet de bierrol, Libotto het altijd doen. En ja, dan zat het eigenlijk ook in de familie. Dus mijn oom heeft altijd wielrennen gedaan. En zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Wat was het voor jongen vroeger? Ja, gewoon, zoals alle mannen eigenlijk. Een beetje meer. Durfde misschien iets meer dan een ander. Ja? Ja, aangeboren lef? Ja, ik denk het wel. Ja. Het is snel gegaan met je. Hè? Dus vorig jaar was je nog min of meer een patiënt. Nou ja, patiënt. Je lag in ieder geval op de sofa bij een psycholoog. Dat is waar. Dus net voor ik eerste maal wereldkampioen geworden ben. Bij de Espoirs? Ja, heb ik een jaar bij de psycholoog. Dus ademhalingstechnieken. Wat was er dan aan de hand? Ja, ik was altijd heel zenuwachtig voor een wedstrijd. Dus ik stond 's morgens voor een belangrijke wedstrijd op met een pols van 60. Oei. Dus echt gewoon alleen maar uit zenuwen. En dat heeft hij me allemaal van afgeholpen. Een jaar lang? Een jaar lang ging ik iedere week eenmaal naar Brussel om die ademhalingstechniek aan te leren. En dat was het? Ja, dat is heel belangrijk geweest voor mij. En nu ben je dus ongeveer anderhalf uur voor de koers en je zit hier heel ontspannen. Ja, ik kijk gewoon hoe het gaat. Dus mijn zelfvertrouwen is enorm gegroeid door die wereldtitels. En als het niet lukt, lukt het niet. Ik doe gewoon mijn best en ik probeer er het maximum uit te halen. En dan lukt het vandaag niet, dan lukt het misschien volgende week. Kijken ze nu in dat crosswereldje al heel anders tegen je aan dan een tijdje terug? Ik denk als je een wereldbeker kunt winnen, dan hoort geen select groepje thuis. En dan bekijkt men toch wel iets anders, denk ik. Maar 22 jaar en dan aan de leiding staan van beide klassementen, zowel in de wereldbeker als in de superprestige, dat is toch wat? Dat heeft nog zelden iemand gepresteerd. Ik heb mijn maandagmorgen ook eens tegen mijn hoofd moeten slaan om te voelen van hoe kan dat nu? Dus ik schrik daar zelf ook van. Maar het is wel een plezierige schrikreactie, denk ik. Ja, absoluut. Ik ben daar zeer trots over. Dat is iets wat later in de boeken geschreven komt, dus ik ben daar fier over. Jij bent eigenlijk een artiest onder de veldrijders, hè? Want jij gaat met fiets en al over de planken. Ja, dat is iets wat ik van mijn BMX-periode heb overgehouden. Dus, maar er zijn er meer die BMX gereden hebben en die dat niet kunnen. Wat is dat? Is dat feeling? Is dat aangeboren talent? Ik denk dat dat ook wel een beetje aangeboren is. En de juiste beweging doen op het juiste moment. Want een paar seconden later of vroeger en het mislukt. Maar bij mij misschien. En dan lig je in het ziekenhuis? Ik denk het wel, dan lig je in het ziekenhuis. Dus, maar je hebt geen angst? Absoluut niet. Dus als ik val en ik breek niks, dan doe ik het gewoon de ronde daarna weer. Ben jij een geboren winnaar? Ja, dat weet ik niet. Ik heb dus altijd wel heel veel wedstrijden gewonnen. Maar nu kom ik in een periode dat ik ook weer 6 overwinningen heb in het begin van het seizoen. Dus. En bij de grote jongens, hè? En bij de grote jongens, dus het zal wel een beetje in mij zitten, denk ik. Kan je lopen? Maar ieder pomp is dat ook anders, hè? Ja, ik had een nieuwe pomp gekocht, hè? Ik heb mijn oude teruggepakt. Zegt hem ja, ik kan er alleen nog van. Ja, echt? Die nieuwe, hè? Ik dacht 2,8, hè? Dat was veel te hard. Ja, dat is raar, hè? Ja. Als je een pomp hebt, dan moet je echt kunnen houden. Wat vind jij van Van der Poel en Groenendaal? Dat zijn toch je ploegmaats bij de Rabobank? Het zijn enorme kerels, dus ik heb heel veel aan hen. Wat? Ja, ik train. Ik heb hier vanmorgen ook weer met Adrie getraind. Ik kan altijd bij hem terecht voor informatie over hotels, over voeding, over trainingswijzes, alles. En ook Richard is zo gedreven met zijn materiaal bij zich. Dus. Je weet dat Van der Poel ooit ook Bartoli heeft min of meer groot gemaakt in zijn eerste jaar als beroepsrenner. Ja, dat weet ik. Hij heeft mij ooit eens een keer verteld, dus als hij beroepsrenner werd, dan ben ik geboren, dus dan heeft hij heel veel ervaring. Ja. Dat is ongelooflijk. En je bent nu in Gieten na een stormachtig begin van het seizoen, waarin je dus de toppers hebt overklast met een aantal bussen supporters, hè? Ja, dat is waar. Dus ze komen ook vandaag weer met een 80-tal naar hier, dus 2 bussen. Dus alle grote wedstrijden worden bijna met 2 bussen. Ja, we zullen komen met 2 bussen naar de wedstrijd en dat is toch wel enorm. Je bent pas 22 jaar en dan al zo populair. Ja, in België is het. Begint het grote maten aan te nemen. Dus, hoe? Ik krijg verschrikkelijk veel telefoon. Dus, de supportersclub zijn bijna 300 leden. Dus dat is echt enorm aan het worden. En duizenden toeschouwers, hè, bij die wedstrijden daar. Ja, dat is waar. Ik heb ook een beetje het geluk. Bijvoorbeeld vorige week in Sint-Michiels-Gestel. Dus
Ik rijd voor een Nederlandse ploeg. Ik heb ook al die mensen mee. Uit Nederland en dan die Belgen daarbij. En dat maakt het enorm. Het is een zwaar seizoen. 11 crossen voor de Superprestige. 6 voor de Wereldbeker. Je bent pas 22. Ga je dat volhouden? Daar zet ik ook zelf een vraagteken achter. Maar al wat ik nu heb, dat nemen ze me niet meer af. En we gaan ons best doen en het zo lang mogelijk proberen vol te houden. Dus het belangrijkste is om niet ziek te worden in deze periode. En dan zullen we wel zien hoe